Breda Nu. Wat blijft er over van een mensenkind als hij sterft? Niets dan zijn woord. En de rest waait mee met de wind. Ladies and gentlemen, I present to you the mythical, the mystical, the magical, the sinister shapeshifter mister, de ene en alleen. Geslepen in het hete vuur van de onderwereld puur om u te dienen. En hij hoeft er niet eens veel van te verdienen hoor. It's the marvelous, ladies and gentlemen. So stay tuned. Want hier komt hij, onze grote vriend, de Djinn. Ja, klaar. Dit is het verhaal van de visser en de djinn. Er staat een visser aan de rand van het strand en hij schreeuwt naar de zee met een hengel in zijn hand. Ik werk zo, zo hard, maar ik gooi steeds mis. Hengel en een bitch, hengel en een vis. Visser, kom, haakje leeg binnenhalen. Visser voelt zich onmiddellijk, kom thuis bij mijn vrouw. Zonder money en ik loop al krom. De man kreunde en krabde aan zijn kin. Blik richting binnen tot hij zo verder ging. Daarom ga ik nog één keer de hengelpoging wagen. En als het dan mislukt, dan zal ik nooit meer klagen. Zal mijn lot ondergaan als een oude rot. Naar de maan kijken en van ouderdom en hongersnood bezwijken. Dat gedaan, want zo gezegd. Aas aan de haak bevestigd. Smijt haak in de zee. Gooit raak, ik voel iets stiller. Haal de haak binnen. Oh man, dit is zwaar man. Ik heb beet man. Dit is vreemd man. Deze vis is dik, dus ik ga die cashen. Maar ik kijk beter, het lijkt wel een flesje. Gin, wat zit hier dan in? Ik ben je djinn, ik heerst over heel aan en alles wat erin zit. Beschikken over magische poten, maar zo tragisch hier opgesloten. Honderden jaren in die fucking les, verveelden we dood. Ik kapot van de stress, nu ben ik boos en nog bozer dan linkse politici die hun zin niet krijgen niet. Ik ben je dankbaar, jij bent mijn held. Jij hebt wat de mensen doen, één wel verteld. Denk goed na over ieder woord. Hoe wil je dat ik jou vermoord? Volgens mij heb ik jou niet goed gehoord. Ik wil wel een wens doen, maar ik hoef niet vermoord. En bovendien, ik heb er geen recht gehaald in die fles op de grond. Is dan jammer, want ik ben nu eenmaal super zaggerijnig en daar moet jij nu de dupe van zijn. Haha, hoe zal ik het doen met mijn blote handen? Is dat verstandig? Of met een gun als een mitrailleur? Dat klinkt super van. Ik heb weer een goed humeur. Ik spreek je. En ik wreek me. Spaar me! Bewaar me! Ik ben het niet! Maar doe het toch? Dit is oneerlijk! Dit is heerlijk! Maar wacht, Gin, ik geloof er niet in. Kijk, die fles Gin, daar pas jij nooit in. Oh, jij hebt gelogen. Jij bent geen djinn. Jij hebt mij bedrogen. Wat? Hoe dom kan deze motherfucker zijn? Ik ben almachtig. Ik kan heel klein worden voor de goede orde. Ik kan krimpen door magie. Een vissertje. En ik ga je dus nu laten zien. Hip-hop-theater. Wie kan er het beste zeggen wat dat eigenlijk is? Dat is eigenlijk muziektheater met als vaste genre hip-hop.
En wat we een beetje aan het ontdekken zijn en aan het onderzoeken is hoe je rappend speelt. Eigenlijk gebeurde het in de tijd van Shakespeare al, want toen was alles op metrum en rijm geschreven. Dus in zekere zin was dat al rap. Maar nu proberen we alles, alles is op muziek gedaan, gemaakt. We laten personages inspireren op bepaalde rappers en rapstijlen. Dus ja, we proberen echt die twee kunstvormen samen te brengen. En is dat gelukt, vind je? Nee, dat is een onderzoek, dus dat is nooit, heeft nooit een eindstation, maar ik denk... Nee, ik vraag het niet voor niks. Hè? Ja, ja, precies. Hoezo? Want waarom? Waar... Nou ja, omdat mensen een eindproduct bestaat eigenlijk niet. Je bent altijd bezig met... Ja, zeker. Dat denk ik ook. We vielen laatst ook gewoon weer over het woord hip-hop, want dat heeft een veel grotere betekenis dan alleen maar rappen. Dus het is ook de vraag of we het wel zo mogen noemen, maar dat is een onderzoek. Nu heten we een hip-hop theatercollectief, maar we moeten nog een hoop ontdekken. Wat ik heel grappig vond, dat is dat het allemaal verhalen waren. Die aan de ene kant helemaal verschillend waren, maar tegelijkertijd ook iets gemeenschappelijks. Mag ik dat aan jou vragen? Ja, tuurlijk. Nou, dat is nu natuurlijk het overkoepelen, de verhalen van 1001. En daar hebben wij eigenlijk nieuwe verhalen van gemaakt door ze te verhiphoppen, om het maar zo te noemen. En dat wisselt zich dus af op de manier die wij hebben bedacht, door te improviseren en op die manier elke voorstelling een nieuwe, hoe zeg je dat, emotionele lijn plaats te laten vinden. Dus, doe je dat ook naar de hand, aan de hand van het publiek? Of is dat gewoon als je hier bent met degene met wie je speelt? Beide. Als we merken dat het een publiek is die meer behoefte heeft aan, ik weet niet, diepere emotie, dan hebben we verhalen die daar beter bij passen. Of misschien willen we juist wat tegenkleuren en laten we ze juist heel veel lachen bijvoorbeeld. Maar dat gaat met ons en met het publiek samen. Is het zo dat je vandaag ook iets hebt veranderd aan waar je eerst van plan was? Hoe bedoelt u? Nou ja, je zei net we improviseren ook. Dus heb je dat vandaag ook gedaan? Nee, ja, we improviseren de volgorde van de verhalen. Maar de verhalen zelf staan vrij vast. Ja, tuurlijk proberen we elkaar wel te verrassen door een zinnetje net anders te zeggen of elkaar aan te kijken. En hoe werkt dat dan? Ik bedoel, je verrast iemand door een beweging die hij niet verwacht. Ja, dat kan denk ik op heel veel verschillende manieren. Je moet constant opletten dat je niet een soort vast riedeltje gaat herhalen, helemaal omdat het muziek is. Je moet op de beat blijven, dus je kan geen andere pauzes of stiltes laten vallen. Maar dan ja, dat doe je door intonatie en mimiek en op een andere plek in de ruimte te gaan staan, denk ik. Dat is allemaal heel technisch. Maakt niet uit. Sorry, wat was het? Is dat ook voor jou zo? Want ik zag je er straks net alsof je het niet wist, maar dat is natuurlijk een trucje. Heb je wel eens dat je het echt niet weet? Welk moment was dat? Ik weet het niet meer, ergens in de voorstelling. Ja. Tuurlijk heb ik zeker dat ik het wel eens niet weet. Vooral met de volgorde bepalen welke act er daarna komt. Omdat je zo in de concentratie zit van de act die net geweest is. En dan moet je ook opeens gaan vertellen welke act er nu komt. Ja, daar ben ik het wel eens kwijt, ja. Maar probeer... Kijk, omdat we met muziek werken en met teksten die we echt heel erg goed uit ons hoofd hebben geleerd, is dat een soort vast dingetje waar je niet zo snel vanaf kan. Dat is gewoon dat is een flow waar je op kan zitten. Dus dat is fijn. Waarom zit je bij 39 graden hier in Bloos? Omdat we dat een heel leuk festival vinden en het publiek spreekt ons aan. Het publiek wat lekker meedoet. En elk publiek is fijn, maar dat is wel iets waar wij vaak energie van krijgen. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Je bent nooit bang voor de energie van het publiek? Het is altijd iets wat je opheft of niet? Ja, ik denk in zekere zin wel. Het doet altijd iets, het geeft ons altijd heel veel, waardoor wij daar mee moeten werken. Dus als het een publiek is wat chagrijnig is, of juist heel erg blij of verliefd van alles, dan moeten wij daar iets tegenover zetten. En dat maakt eigenlijk een heel leuk schaakspel. Maar je merkt toch dat het publiek ook elke keer bij elk verhaal anders reageert? Of merk je dat niet? Toch wel, denk ik, hè? Ja, heel erg. Soms denken we, dit verhaal is super grappig en dan lacht niemand. Ja. En dan moet je proberen om niet soort van extra grappig te gaan doen, want dan wordt het nog minder grappig. Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nou, soms is een publiek, hebben ze zoveel zin om te lachen, dan hebben ze drie grappige gezien. En dan doen we bijvoorbeeld expres en zielig, omdat we ook iets anders willen laten zien. En dan heb je soms dat het even duurt voordat ze doorhebben, oh, dit is niet om te lachen, dit is om te luisteren. Dat is alleen maar leuk, dat is een spel, dat is helemaal niet erg. Maar valt mij ook wel eens op, hoor. Sommige publiek lacht altijd bij alles en ander publiek lacht pas op het moment dat er ook iets te lachen is. Ja. Je bent het met me eens? Ik ben het heel erg met je eens. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Moet ik nog even zeggen, we zijn dus die hele ding, een hip-hop theatercollectief. De voorstelling die we hier speelden heet 1001. En na de zomer gaan we hiermee toeren door het hele land, ook in Breda, met de anderhalf uur versie. Dus daar kunnen jullie allebei nog naar komen kijken. Die wordt te gek. Ik vond dit al te gek. Fijn. Fijn. Dankjewel. Zo, dit verhaal gaat over drie broers. Thank you.
Dag Jonathan, jij werkt mee aan de Festival 39 Graden. Wat doe jij hier precies? Ik zit in de jongerenredactie, de jongerenorganisatie van het festival. We zijn al sinds september bezig met alles achter de schermen voor elkaar krijgen. En vandaag ben ik een beetje publieksbegeleiding, vragen, aanspreekpunt en dat soort dingen. Dat vind je wel leuk zeker? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk om een beetje open te staan en te kijken waar kan ik iemand helpen of wat kan ik doen. Ja. Je bent zelf geen theatermens of zo? Ja, ik ben wel theatermens. Ik zit in Tilburg op Fontys, doe ik doserend theatermaker. Maar ik dacht nu, ik wil juist een keer de kant achter de schermen ontdekken, dus vandaag. Dat wil je ontdekken. Wat heb je ontdekt vandaag? Vandaag, wat heb ik vandaag ontdekt? Dat het ook heel leuk is om andere mensen te ondersteunen bij wat zij leuk vinden om te doen. En gewoon daar alles omheen ook klaar te maken. Dat vind ik heel tof ook. Met andere woorden, anders sta je misschien in het licht en nu ben je een beetje in de schaduw. Ja, dat vind ik ook heel leuk, ja.
En nu begint er net de voorstelling. Wat is jouw taak nu? Op dit moment ben ik hier in de foyer als aanspreekpunt ook voor als iemand vragen heeft of iets wil weten voor... Net zoals wij. Ja, een beetje wel, ja. En over een half uurtje is er een sneak preview van het 48-uursproject. Waar het hele festival lang zijn mensen bezig met een voorstelling. En die sneak preview ga ik ook weer begeleiden, zeg ik. Dat is dat ze continu bezig zijn met het beter maken van die voorstelling, toch? Hè? Ja, die zijn vanochtend begonnen en die gaan nu eigenlijk op weg naar een voorstelling. Als het goed is hebben we ook... De Beamer had dan een soort live beeld. Dat is nu afgesloten al, maar dat was gaande. Dus dat was dan een soort inzicht in wat ze aan het doen zijn. En morgenavond staat daar een voorstelling te wachten. En even een vraag over, is het geslaagd, vind jij tot nu toe hier, 39 graden? Ik vind van wel, ik vind het heel geslaagd, ja, zeker. Heel genoeg afwisseling van deelnemers en van kunst natuurlijk, theater, dans, zeker. Ook veel publiek? Ja, vanochtend vooral heel veel. Vanmiddag hadden we echt veel publiek en toen was het zelfs een aantal keer dat we dachten, hoe gaat het wel passen in deze ruimte? En nu is het natuurlijk avond, dus er zijn al wat meer mensen zijn al naar huis. Maar er is nog steeds niks om over te klagen. Er zijn genoeg mensen om te genieten, gelukkig. Breda Nu.